allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Vandaag heb ik een snelle make-up tutorial voor jullie. Want ik ga vandaag jullie een 15 minuten zomerlook laten zien. Jullie vragen mij heel vaak om wat snellere looks, wat makkelijkere looks. En de zomer komt eraan, dus ook wat zomerlooks. Het is nog geen zomer, we zitten nog volop in de lente. Het is nou ook echt regenweer. Nu ik deze video film is er geen regen en is er gewoon zon. Maar in dit land is het 1 minuut regen, 1 minuut zon. Dus het kan weer zo gaan regenen. Maar ik dacht, ik ga gewoon alvast deze video maken, want een heleboel mensen gaan ook op vakantie nou en zo. Dus ja, ik dacht, ik geef jullie gewoon een aantal tips en tricks om een snelle, makkelijke zomerlook te maken. Dit video-idee is ook aangevraagd door een van jullie. Dus altijd wanneer een video-idee van jullie is, zet ik er altijd iets meer haast achter. Dus ja, dat is wat we vandaag gaan doen. Vind je het nieuw al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Oké, mensen, dit wordt niet alleen maar een snelle make-up look, maar ik moet deze look ook echt snel gaan maken, want ik heb over een uur een laserafspraak. Ik moet over een uur vertrekken en een make-up video maken in een uur is echt heel weinig tijd. Ik doe meestal echt 2 tot 3 uur over mijn video's en nou moet ik het gaan doen in een uur. Al moet ik wel zeggen dat de video van vandaag een hele makkelijke, snelle video is, dus ik hoop dat het me gaat lukken in een uur. Oké, first things first. Mijn wenkbrauwen heb ik al gedaan. Doe jouw wenkbrauwen gewoon op de manier hoe jij ze altijd doet of gewoon wil doen. Ik ga vandaag beginnen aan mijn gezicht, want we gaan alvast niet echt heel veel doen met de ogen. Wat heel erg belangrijk is, is skincare en dan met name dagcreme. Ik heb vandaag deze mini dagcreme gebruikt van Lancaster of hoe je het ook uitspreekt, SPF 30. Ik gebruik altijd zonnebrandcreme SPF 30. Of er nou zon is of niet, wanneer ik naar buiten ga, tenminste als ik weet dat ik naar buiten ga, en dat is echt bijna elke dag, breng ik onder mijn dagcreme een zonnebrandcreme aan, want dat is gewoon heel belangrijk voor je huid. Want geloof me, je huid gaat rimpels krijgen en dat soort dingen. En dat wordt echt uitgesteld als jij jarenlang elke dag SPF gebruikt. Mijn zus is 10 jaar ouder dan mij. Ze is 36. En zij zegt altijd tegen mij, als ik één ding anders kon doen vroeger, was het zonnebrandcreme geweest. Had ik elke dag zonnebrandcreme gebruikt. Dus ik heb die tips zeker meegenomen. En ik gebruik al nou een tijd elke dag zonnebrandcreme. Dus dat raad ik jullie zeker aan. En al helemaal in de zomer. En daar overheen mag je gewoon de dagcreme aanbrengen die jij wilt. Dan ga ik beginnen met het primer van mijn gezicht. Ik wil dat mijn gezicht een beetje gaat stralen. Dus ik gebruik mijn NYX Bright Makeup Primer over mijn hele gezicht. Ik hou altijd van een heel mooi, stralend, glowy gezichtje. Vooral in de zomer, want dan schijnt de zon zo mooi op je gezicht. En dan hou ik ervan als mijn huid zo mooi straalt. Het moet wel stralen, het moet niet vettig lijken. Dat is weer iets heel anders. Maar ik wil gewoon een hele mooie, stralende glow. Vooral ik heb echt een doffe huid. Ik heb normaal op de droge huid en mijn huid is echt dof. Dus ja, ik wil altijd gewoon dat het een beetje straalt. Deze primer is ook gewoon geschikt voor mensen met een vettige huid. Kijk, zie je hoe het gewoon een hele mooie glow over mijn gezicht geeft? Oh, I love it. Deze primer is ook heel mooi te gebruiken zonder make-up. Gewoon zo. Als foundation gebruik ik de Revolution We Love Super Serum Foundation. Deze heb ik in de kleur F8.5. Ik ben nou op mijn witst. Dit is mijn echte huidskleur. Ik ben nou gewoon echt op mijn lichtst. Ik heb niet gebruind. Dus dit is denk ik de ideale kleur voor mij. Ik vind dit een hele fijne foundation. Omdat hij gewoon niet al te veel dekking heeft. Het heeft een beetje een lichte tot een medium dekking. En ook dit product geeft echt een hele mooie glow aan je gezicht. Ik moet wel zeggen dat deze foundation een beetje vettig kan lijken. En ik hem daarom ook niet aanraad als je een heel vettig gezichtje hebt. Of jouw gezicht snel vettig wordt. Ik denk dat ik de kleur toch net iets te licht vind. Ik ga de kleur F10.5 er eventjes een beetje bij doen. Er zit ook echt heel veel hyaluronic acid in dit product. Dus echt, het hydrateert je huid ten toppe gewoon. Als je echt snel wilt zijn, kun je ook gewoon de hele foundation stap overslaan. En gewoon gelijk ingaan met concealer als je al een vrij egale huid hebt van jezelf. Dat doe ik ook heel vaak. Maar ik vind het toch wel net een tikkietje mooier als er ook een laagje foundation onder zit. En het hoeft niet heel veel dekking te hebben. Gewoon zoals het product van vandaag. Gewoon een klein beetje en dan vind ik het al mooi. Oké, ik moet eventjes mijn wenkbrauw weer een beetje bijtekenen. Want er is een beetje foundation overheen gegaan. Oh, trouwens jongens, ik had henna, maar het is er al af aan het gaan. Ik heb al een week geen video's gefilmd. Dus ik weet nou niet hoe ik ervoor ga zorgen dat ik volgende week 4 video's kan uploaden. Maar we will see. Maar ik had dus heel mooi henna, maar het is er dus nou echt al helemaal af aan het gaan. Dus dat vind ik wel een beetje jammer dat ik het jullie nou niet echt heb kunnen laten zien. Maar ik had het wel laten zien op mijn Instagram. Als concealer gebruik ik de Catrice True Skin Concealer. Deze heb ik in de kleur
kleur 032 Neutral Biscuit. En ook dit is gewoon een lekkere, frisse concealer. Maar deze heeft wel wat dekking, dus dat vind ik wel belangrijk. Ik wil nou wel een klein beetje dekking hebben, aangezien de foundation niet heel veel dekking had. En die breng ik gewoon zo aan onder mijn ogen, om het daar wat lichter te maken. Ik breng het ook zo hier aan in mijn oogholte, of hoe het ook heet. Want mijn ogen zijn altijd best wel een beetje donker. Een beetje bij mijn kin. Mijn kin is mijn grootste probleemgebied op mijn gezicht. Een beetje op mijn voorhoofd en dan een lijn op mijn neus. Concealer moet je gewoon aanbrengen op alle plekken waar de zon ook op je gezicht valt. Concealer maakt altijd zoveel verschil. Ik kan niet zonder concealer. Ik kan wel zonder foundation, maar ik kan niet zonder concealer. Oké, dan ga ik aan met een cream blush. Ik vind het heel mooi om een cream blush aan te brengen in plaats van een normale poederblush. Omdat een cream blush altijd iets meer natuurlijker oogt. En dat vind ik gewoon heel mooi. Ik heb laatst deze cream blush sticks binnengekregen van Pixi. En deze zijn echt super, super mooi. Dus ik ga denk ik vandaag de oranje kleur gebruiken. Dit zijn de On The Glow Blush Sticks. En de oranje kleur heet Juicy. Nou, een fout die ik dus de eerste keer maakte is dat ik deze stick pakte en gewoon zo op mijn gezicht smeerde. En het haalde heel de foundation en alles ermee af. Dus dat doen we niet meer. Dus nou pak ik gewoon een beetje met mijn kwast af van de stick. En dan breng ik het gewoon zo aan. Pixi is gewoon te koop bij de makeupspot.nl, by the way. Zo, ik breng ook wel altijd lekker wat blush aan, want er komt nog poeder overheen. Alle cream producten zijn al aangebracht, dus nu ga ik in met mijn Makeup Studio poeder. Een van de beste poeders ever. Ik heb op hun hele website ook een kortingscode voor jullie. Die staat beneden in de beschrijving. Mocht je daar iets willen bestellen. En deze poeder, ik heb hem nou echt al weet ik veel hoe vaak opnieuw gekregen van hun. Ik vind hem echt super fijn. Ik doe altijd baken, maar je hoeft niet per se te baken. Je kunt ook gewoon een beetje met een kwast een beetje poeder aanbrengen. Maar ik kan niet zonder baken, want ik vind gewoon dat mijn make-up niet goed blijft zitten als ik dat niet doe. Dus ik doe altijd een beetje baken zo hier onder mijn ogen. Met wat er nog hierop zit ga ik ook een beetje zo op mijn ogen. En een goede poeder is echt belangrijk. Je moet gewoon echt een goede matte poeder hebben die goed mat maakt. Want als je alles gewoon zo laat zitten en niet goed mat maakt, dan gaat het allemaal verschuiven door de dag heen. En dat wil je echt niet. En al helemaal niet in de zon. Dus gewoon een beetje een goede poeder aanbrengen is wel echt belangrijk. Als je een vettige huid hebt, breng dan de poeder gewoon aan over je hele gezicht en laat het eventjes zitten. Ik laat het niet zitten, ik haal het er gelijk van af, want voor mij hoeft dat niet. Ik heb geen vettige huid. En wanneer je de poeder eraf haalt, ga niet helemaal zo lopen vegen. Ik doe een beetje drukkend vegen, als je begrijpt wat ik bedoel. Ik doe een beetje zo drukken en dan wel gewoon zo vegen. Dus een beetje, ja dat. Ik hoop dat jullie begrijpen wat ik bedoel. En met het beetje poeder wat nog op de kwast zit, ga ik ook zo over mijn voorhoofd. Ik breng hier nooit meer poeder aan, want ik vond altijd dat het hier allemaal te dikker werd als ik dat deed. Dus ik breng gewoon een beetje poeder aan zo met mijn kwast. Kijk, and that's it. Nothing too much. Oké, dan een stap die jullie echt niet hoeven te doen. Maar ik persoonlijk kan gewoon echt niet zonder. En dat is mijn neus poeder contouren. Ik ga niet mijn hele gezicht contouren. Echt letterlijk alleen maar mijn neus. Maar deze hele stap kun je overslaan als dit niet iets is wat jij normaal doet. Ik gebruik hiervoor mijn Revolution paletje die echt helemaal kapot is. Ik moet echt even een ander halen. Dit kan toch niet zo? Ik ga deze kleur hier gebruiken. Oké, en als dat is gedaan en mijn hele basis erop zit, ga ik in met MAC Fix Plus. Een van de meest belangrijke stappen om mijn gezicht weer te hydrateren. Oké, nou dan de ogen. Met de ogen ga ik letterlijk niks doen behalve mascara. En daarvoor gebruik ik deze mini versie van de Anastasia Beverly Hills mascara. Deze vind ik echt heel erg fijn. Mijn wimpers zijn gelift. Ik heb hele mini wimpers. En ze staan ook altijd heel recht voor de mensen die het nog niet weten. Maar door deze wimperlift staan ze echt heel mooi omhoog. En I love it. Dus ik breng een beetje mascara aan en that's it. En ook alleen maar op de bovenste wimpers, niet op de onderste wimpers. Om het nog extra naturel te houden. Oké, wimpers zijn klaar. Nou ga ik mijn gezicht bronzen. Ik ga als bronzer deze Catrice Clean ID bronzer gebruiken in de kleur 020 Medium. Dit is op dit moment echt mijn fave bronzer als ik niet heb gebruikt. Als ik wel heb gebruikt is op dit moment mijn fave bronzer deze Morphe X Avani bronzer. Echt, I love it. Deze bronzer is ook echt geweldig. Maar ik vind hem toch net iets te donker voor mijn huidskleur nu. Dus voor nu gebruik ik mijn Clean ID bronzer en ik vind hem echt amazing. Super, super mooi bronzer. En je hoeft op zich hiervan niet al te veel aan te brengen. Ik breng altijd wel een beetje veel bronzer aan, maar dat is echt nergens voor nodig. Gewoon een klein beetje bronzer aanbrengen voor een klein beetje kleur in je gezicht. And that's it.
En dan een beetje highlighter. Ik wil eigenlijk mijn hele gezicht gewoon mat houden. En dat ga ik ook doen. Maar ik wil een beetje highlighter aanbrengen op mijn neus. Want dat maakt mijn neuscontour mooier. Ik heb nieuw dit Huda Beauty paletje. En I love it. Dit is de Glow Obsessions Highlighter Palette van Huda Beauty. En ik heb hem in de kleur medium. Je hebt light, medium en dark. En ik heb dus medium. En ik gebruik deze lichte champagneachtige kleur voor een beetje op mijn neus. Dit is echt een super fijn paletje. Ik heb hem gekocht in de sale bij Easy Paris. Ik had toen ook die hele sale op mijn Instagram gedeeld en zo. Ik deel altijd dat soort dingen op mijn Instagram verhaal. Dus als je dat altijd wilt weten, dan moet je me eventjes daar volgen. Want op mijn YouTube kanaal ben ik altijd te laat. Kijk, ik heb gewoon nou een beetje aangebracht op mijn neus. Je ziet al gelijk dat het mijn neus echt smaller maakt. En ik heb ook een beetje aangebracht in mijn binnenste ooghoeken om mijn ogen een beetje meer open te maken. En dit is het, de rest van mijn gezicht ga ik helemaal mat houden. A few moments later. Ik heb toch besloten dat ik mijn gezicht niet mat ga houden, want het is een zomerlook. En ik vind het eigenlijk wel mooi als de zon zo schijnt en het mijn hele highlight zo laat zien. Dus ik ga het gewoon wel aanbrengen over mijn hele gezicht. Echt jongen, hoe vaak ik van gedachten kan veranderen in 2 seconden. Ik mix altijd deze 2 kleurtjes samen en die breng ik dan aan. Maar niet al te veel, gewoon een klein beetje. Want dit paletje is echt al gelijk heftig. Dus ik breng altijd gewoon een heel klein beetje aan en that's it. En dan mix ik de 2 bronzy kleuren samen. En die breng ik een klein beetje zo aan hier bij mijn voorhoofd. En that's it. Nou heb ik een mooie glow over mijn hele gezicht. Oké, dan de lippen. Voor de lippen wil ik het altijd toch wel gewoon een klein beetje makkelijk houden in de zomer. Ik heb geen zin om helemaal lippotlood, matte liquid lipstick, lipgloss, alles heel te opnieuw te moeten gaan aanbrengen. Ik ga in met dit lippotloodje van Nabla, de lip shader in de kleur nummer 3. En dan ga ik in met deze Essence Shine 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 lipgloss. Deze heb ik echt net nieuw. Tenminste, deze kleur heb ik net nieuw. En dit is de kleur 08 Gold Dust. Heeft ook van die hele lichte glitters erdoorheen. Is niet echt maskerproof, maar ik draag geen maskers. Tenminste, ik ben nooit echt bij plekken waar ik maskers moet dragen. Nou, en dan als laatste nog wat fixing spray. Ik gebruik mijn YouStar Skin Glow Setting Spray. En dan zijn we klaar. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn 15 minuten snelle zomer make-up look. Ik hoop dat jullie er iets aan hebben gehad en aan alle tips en tricks. Ik hoop ook dat jullie de look gewoon heel mooi vinden. Dit is gewoon de look die ik gewoon altijd maak als ik gewoon snel iets ga doen en gewoon heel snel klaar wil zijn. Ik heb deze look echt letterlijk gemaakt in 15 minuten, dus je bent gewoon heel erg snel klaar. Wat ik ook heel vaak doe is als ik mijn make-up echt de hele dag op moet houden, als ik dus en overdag iets ga doen en in de avond iets ga doen, is dat ik deze look maak voor overdag en dan in de avond doe ik iets van een feldere lipstick op, een rode kleur of zo. En dat maakt de look dan gewoon gelijk meer feestelijker en heftiger. Dus dat is ook weer een tipje voor jullie. Let me know wat je van de video vond beneden in de reactie. Kom lekker kletsen met mij. En laat me ook eventjes weten wat voor video's jullie nog meer willen zien. En dan hoop ik dat jullie gewoon weer van deze video hebben genoten vandaag. Nou, vond je de video leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog 2 video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!